hoog genoeg. Die alleen op de jongen niet erop gaan staan, alsjeblieft. Ik doe het op een luister goed, wat we gaan doen. We meteen zien mij hier allemaal pionnen liggen. In een vierkant. Zie je dat? Iedereen krijgt van mij een bal. Ja? En op het moment dat je getikt bent, kom je naar mij toe, lever je je bal in en dan word jij gekapt. Duidelijk? Makkelijk toch? Ja. Dit heb je een tijdje niet meer kunnen doen, zeker. Nee, dat is wel jammer, ja. We zijn toch 2 jaar hebben we stilgelegen door corona. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben hier in Baarn. Hartstikke leuk. En dat vind je leuk? Ja, absoluut. Niks leukers dan om mijn eigen passie voor de sport over te brengen op de kinderen hier in Baarn. En die dan een geweldige middag hebben. Absoluut. Krijgen jullie dus kinderen zover dat ze ook gaan honkballen? Ik geef ze altijd mee om een stukje te gaan laten sporten bij een sportvereniging. Maar goed, dat lukt niet altijd. Maar in het verleden zijn er wel eens wat kinderen gaan honkballen. Dan moet je nog Oekraïens leren, hè? Ja, goed. Een beetje gebarentaal links en rechts. En er zitten er een paar bij, die spreken wel een beetje Engels. Dus, maar het is natuurlijk geweldig dat de kinderen hier mee kunnen doen. En gewoon lekker mee kunnen sporten met de andere kinderen. Mooi, hè? Nee, deze moet je leren. Gewoon honkballen met een honkbalkliniek. En heb je dat al vaker gedaan? Nee, nog niet. Dit is de eerste keer dat wij het doen. Hoe lijkt het? Het is best wel leuk. We leren gewoon een beetje honkballen. En ik dacht, we gaan er aan meedoen. Ja. Dus toen heeft onze moeder ons ingeschreven en toen zijn we hier naartoe gegaan. Maar doen jullie dat ook wel eens op school? Nee, dat nog niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Lijkt het je nou een sport om dan ook later te gaan doen op een vereniging of zo? Nou, dat niet. Ik zit nu op atletiek en ik denk dat ik dat wel blijf doen. En jij dan? Ik zit ook op atletiek en ik denk dat ik ook dat blijf doen, want ik weet niet waar dit is en zo. Ik denk... je hebt het niet in Baarn. Nee, dus dan moet ik weer helemaal ergens anders naartoe rijden. Ja. En ja, misschien heb ik daar wel geen zin in. Een paar jaar geleden. Nee, joh. Hoezo? Handen tegen elkaar, op de knuppel, niet zo. En de baashand, degene waarmee je schrijft, zit boven. Zie je dat? Iets boven. Dan ga je klaarstaan. Dan gaan we slaan. Ja, dus zit hier die paal. De paal zit op die lijn. Zie je dat? Als we klaar gaan staan. Is dat de eerste of de tweede? Dit is de laatste bal. Ja, komt ie. Ja, mooi slag. Oh, jongen, die laatste was net niet helemaal goed, hè? Nee. Hey, hoe vind je dit? Leuk. Ja? Ja. Had je wel vaker gedaan al? Nee, dit is mijn eerste keer. Oh. Denk je dat het een sport voor jou is? Ja. Ja? Jammer dat je het niet in Baarn kan doen, hè? Ja. Ja, ja. 1, 2, 3. Goed zo! Ja! Het slaat allemaal naar piek. Lopen, jongens!